Ik zag aan de achterkant Frans Bauer staan. Ik ben gelijk benieuwd. Ja. Ik gebruikte ook een tijdje een rookmachine. Dat was met die rookcabine. Die, ja. Ik deed de verdwijntruc in dat ding. Dus ik ging er aan het eind in staan. En dan, paf, stond hij in een paar seconden helemaal vol met rook. En als die oploste, was ik verdwenen. En dat deden we dus ook in Heerlen. En daar ging de sirene, het alarm. Het hele gebouw moest geëvacueerd worden ook. Maar wat had Frans Bauer hiermee te maken? Ja, die stond in de grote zaal. En die moest ook ontruimd worden. En ik heb later nog een heleboel bedankjes gekregen. Fijn dat jij die show verstoord hebt.